Zo, ik ben vandaag extra snel als school gefietst, want we hebben vandaag iets uit te zoeken en dat moeten we meteen gaan doen. Ja, er zijn heel veel verzoekjes binnengekomen om... Hè? Pannenkoeken aan de vecht. Wat is dit nou weer? Ja, het zal wel iets van groep 1-2 zijn. Dat zijn van die fantasiedingen. Juffrouw Wendy, meester Geert, die gaan altijd zogenaamd dingen bedenken. Is er helemaal niet, maar dat is niet belangrijk, want vandaag... Gaan wij eens het mysterie van juffrouw Kimberly uit groep 8 onder handen nemen, want er is iets raars aan de hand en... Nou ja zeg. Ik zie het alweer. Die kant op. Oké. Hè? Wat is dit nou... Dit hing er eerst nog niet. Dit is dus niet groep 1-2. Zou er dan nog meer van die posters hangen? Nee, maar... Hè? Oké, misschien moet het mysterie van juffrouw Kimberly even wachten, want dit is veel raarder. Ja, ik ben nu bij de bovenbouw en dan hangt hier dus nog zo'n poster. Nou ja, het gaat wel richting groep 8. Ik ben benieuwd, wat zou hier aan de hand zijn? Pannenkoeken aan de vecht. Nou ja, ik wilde vandaag het mysterie van juffrouw Kimberly onderzoeken en het lijkt erop alsof dat mysterie nog veel groter is dan ik heb gedacht, want ik sta hier voor de deur van groep 8. Nou, er is hier iets heel vreemds aan de hand. Er zijn allemaal keurmerken. Wat zijn keurmerken? Keurmerken, dat zijn een soort van plaatjes en dan kun je zien wat er is. Meestal een soort pictogram en dan kun je in één keer zien wat er te doen is, wat er aan de hand is. En hier... Kun je dus betalen met contactloos. Je kunt je pinnen. Het is beveiligd. Allemaal gekke keurmerken hier. Thuis bezorgd. Nou, dit moeten we uitzoeken. We gaan maar eens even kijken wat hier aan de hand is. In groep 8. Nou, daar gaan we dan. Wat is hier aan de hand? Wat? Is dit nou weer? Is dit groep 8? Hier ligt een... Oké, ik begrijp echt helemaal niks van. Ik ga eens even kijken wat hier nou eigenlijk aan de hand is. Dit is een tafel, maar daar ligt een bord. Er staat stroop op tafel. Het is wel gezellig hier zeg. Moet je kijken. En allemaal tafeltjes. Het lijkt wel een restaurant. Ik krijg gewoon zin om hier iets te gaan eten. Hey, dat is... Blijkbaar wordt hier gekookt, want ik zie hier de kok van de maan staan. Die komt me wel bekend voor trouwens. Ik vind dit maar een rare zaak. Ik zie hier trouwens nog iets staan. Het is echt een restaurant, want ik zie hier de ober van de maan. Nou komt deze jonge man me ook best wel bekend voor. Is blijkbaar een goede ober. Eens even verder kijken, want dit is echt wel heel erg vreemd. Nou ja, het is echt een restaurant geworden hier, of zoiets, weet ik veel, want kijk eens wat hier ligt. Hier, op deze tafel, ligt een menukaart en op dit menu van pannenkoeken aan de vecht, pannenkoeken, pannenkoeken, pannenkoeken. Dit is een pannenkoekenrestaurant en nou ja, het is me ook duidelijk wie zijn restaurant het is, want kijk eens even hier. Dit is een soort boekje. Daar staat bij, de beste pannenkoeken sinds 6 mei, dus dat is na de meivakantie. En kijk eens even wie hier dit restaurant opent. Dat is juffrouw Kimberly. Dus juffrouw Kimberly is hier bezig om een restaurant te openen. Nou ja, ik moet zeggen, het ziet er wel erg lekker uit hoor. Ik krijg bijna zin om hier gewoon ter plekke een pannenkoek te bestellen. Nou, hier is de menukaart. Ik vraag me dan wel af wie hier gaat werken, want ik denk niet dat juffrouw Kimberly hier alle pannenkoeken gaat lopen bakken. Wie doet dat dan? Nou ja, ze zeggen dus, we hebben de beste bediening. Maar wie gaat het dan worden? Ah, ik denk dat ik er langzaam een beetje een idee begin te krijgen hoe de vork hier in de steel zit. Dit zijn de obers en zij gaan natuurlijk alle pannenkoeken en lekkere dingen serveren. Maar volgens mij zijn dit gewoon leerlingen... Uit groep 8. Dus de leerlingen uit groep 8 die moeten denk ik in dit restaurant gaan werken. Wie gaat er dan koken? Nou, daar hebben ze ook aan gedacht, want juffrouw Kimberly zegt dat ze de beste koks hebben in dit nieuwe te openen restaurant. Ja,
deze jonge man, die komt me ook al bekend voor. En de sterkok nummer 2, ja, die hadden we ook al gezien. Dus de kinderen uit groep 8 moeten in dit nieuwe restaurant gaan werken. Hé, hey, wacht eens even. Ik ga gewoon eens even bellen, eens even kijken. Hier staat ook een nummer. Mooi, ik ga kijken of ik een plek kan reserveren in dit restaurant. Om eens even uit te zoeken wat hier aan de hand is. Pannenkoek aan de vecht met juf Kimberly. Hallo, u spreekt met meester Wouter. Hallo. Hi, ik zou graag een plekje willen reserveren in het restaurant voor 6 mei. Zou dat kunnen? Ik ga heel even kijken. 6 mei zit al helemaal vol. Donderdag 7 mei, heeft u dan nog een plek? Even doorbladeren. Nee, die zit ook al helemaal vol. Zo, dat restaurant loopt wel goed, zeg. Misschien vrijdag, de 9e? Nee, die zit ook al helemaal vol. Zo, hoe laat is het restaurant dan eigenlijk open? We starten om 9 uur, want om 8:30 komen de koks binnen en de bediening. Ja. En we sluiten om 3 uur, want om 2:30 mogen de kinderen naar huis. Maar er zijn vaak kinderen die nog moeten nablijven, dus 3 uur meestal sluiten we. Oh, oké. Okay. En wat zou u adviseren om gewoon even terug te bellen na de vakantie om te kijken hoe het dan staat? Of loopt het heel erg hard? Ik zou even na de vakantie terugbellen, dan zien we hoe druk het wordt al die dagen. En dan kan ik ook even kijken of er nog vervelende kinderen zijn om extra na te blijven. Ah, want dan komt er misschien toch nog wel een plekje vrij. Ja, dat zou kunnen. Dan zou het iets later wel worden nadringen. Oké, mooi. Oké, nou dan weet ik even voldoende. Bedankt voor de informatie en nou ja, veel succes met uw restaurant. Ja, bedankt en hopelijk tot ziens, tot gauw. Ja, ik heb weer een kijkje genomen. Het ziet er echt zo leuk uit. Ik denk dat ik wel even een pannenkoek kom eten. Gezellig. Oké, tot na de vakantie. Oké. Dag. Oké, bedankt. Dag. Oké, dus na de meivakantie opent hier een pannenkoekenrestaurant waar de kinderen uit groep 8 moeten werken. Maar ja, als je niet in groep 8 zit, kun je hier dus een pannenkoek eten. Misschien is dit nog niet eens zo'n hele gekke ontwikkeling. Nou ja, we zien het wel. Andere dingen, Emmy uit groep 8 vindt een Chromebook en Zara en Zagra uit groep 8 en groep 6 vinden er samen eentje. Dat betekent dat er nog maar eentje over is. Wordt spannend naar wie die toe gaat. Zoals altijd, vond je een leuke video? Duimpje omhoog. En jongens... en meiden, tot de volgende!